Breda Nu. Je weet het meteen. Carnaval komt eraan, maar niet iedereen kan alle dagen carnaval vieren. Sommigen moeten gewoon werken. Om deze reden is er een petitie gestart waarbij iedereen kan tekenen voor 2 vrije nationale dagen. Breda, tekenen wij deze petitie ook? Ik zou me voor kunnen stellen dat er inderdaad wel nationaal 1 dag daarin mee zou kunnen worden genomen. Zeker omdat het natuurlijk echt wel een soort van volksfeest is. In Brabant en delen van Limburg natuurlijk. Dus ik zou me daar wel in kunnen leven dat er in ieder geval op 1 manier door 1 dag bijvoorbeeld tegemoet in zou kunnen worden gekomen. Ja. Zelf heb ik echt niks met carnaval. Carnaval is echt niks voor mij. Maar aangezien ik zie hoe het zo diep gegroeid is in de Brabantse en Limburgse cultuur, denk ik wel dat het zo ver kan komen dat het lukt om die... Want we moesten 40.000 inzamelingen hebben, toch? Handtekeningen om het te kunnen voor zorgen dat het bespreekbaar wordt in de Tweede Kamer of zo. Ja, dat klopt. En ik denk dat wij Brabanders hebben zo'n grote community en aanhang en Limburgers, dat het wel gaat lukken inderdaad, ja. Ja, op zich wel, want het is wel een groot feest, altijd in het zuiden. Dus ik denk wel dat er wel echt ook een nationale feestdag van gemaakt moet worden. Omdat ook half Nederland dat natuurlijk viert. En als je daar geen vrij voor krijgt, is het natuurlijk wel jammer als je maar de helft van het feest kunt meemaken. Ja, moeten. Ik kom zelf niet uit Brabant, niet uit Breda zelfs. Maar het is wel de meest gezellige stad ooit. En ik kan me voorstellen, de mensen die carnaval vieren, dat ze daar echt helemaal voor zijn. Dus ik ben ook voor. Nee, ik vier zelf geen carnaval, dus ik ben zelf ook altijd wintersport. Maar ik begrijp wel dat iedereen het erg leuk vindt en dat, dat het gevierd wordt. Ik vier zelf carnaval, maar ik zit in Rotterdam op school, dus we hebben een andere dag vrij. Andere week vakantie. Maar ik werk niet tijdens carnaval. Ik heb nu ook geen werk en ik zit ook in Rotterdam bij hem op school. Dus voor mij is het eigenlijk hetzelfde. Ja, ik vind het wel eigenlijk, want er wordt groot gevierd in heel Brabant. Dus ik vind ook wel dat iedereen dat mag vieren dan eigenlijk. ik zou het wel kunnen doen. Ik zou ze wel graag willen steunen hoor. Ik gun het van harte, maar ik ben zelf ook vrij dan natuurlijk waarschijnlijk. Dus iedereen gelukkig toch? Ja, ik werk ook. Maar wij hebben daar vrij voor gekregen. Dus dat is goed geregeld. Nou, gewoon voor de gezelligheid. En gezelligheid staat hoog in de top, dus die moeten we houden. En om jullie een handje te helpen hier in Brabant. Nou, vragen niet, maar als ik het zou krijgen, zou ik heel blij zijn. Breda Nu. Je weet het meteen.